Ik ben op Aruba. Hallo, goedemorgen. Ik ben op Schiphol, want ik ga naar Aruba. Ik ga een weekje allemaal toffe dingen doen, lekkere dingen eten, van alles en nog wat, om daar een stuk over te schrijven voor Women's Health Magazine. Zodat alle fit girls in Nederland ook weten wat voor geweldig land Aruba is. Nou ja, dat moet ik nog maar ontdekken trouwens. Geen idee. Maar dat klinkt wel als een opdracht wat ik kan. Dus ik heb ja gezegd en ik heb er fucking veel zin in. En het is allemaal heel prettig en fijn. Prettig en fijn. Kleine roomtour. Dit is de badkamer. Kamer. Met een ouderwets koffiezetapparaat. Brie. Yes, brie. Brie. Dingetjes allemaal. Boekjes, spiegeltje. Uitzichtje. Prettig, prettig, prettig. Ha. Palmbomen. Het is nu hier 6 uur. In Nederland is het 12 uur 's avonds. Dus tijd om te chappen en naar bed te gaan. Er is iets geweldigs gebeurd. Er is een chocoladefondue bij het ontbijtbuffet. Aruba wil dus graag gezien worden als een soort van ultieme spa- en wellnessvakantie. Dus ik dacht, laat ik de trend dan maar doorzetten en ook goed en gezond beginnen. Met een gezond ontbijtje. Handjes in de lucht als je een domme idioot bent. Ik ben keihard op mijn bek gegaan net, maar echt. Super dom. Ik dacht ik ga even een shot filmen vanaf de fiets, want het was echt super mooi allemaal. Het was echt super tof om daar te fietsen en het was echt prachtig met alle cactussen en zo. Ik dacht, ah, ik kan wel eventjes filmen terwijl ik gewoon op mijn fiets zit. Het ging van de heuvel af, ging wel heel erg snel, dus toen besloot ik om even de voorrem in te drukken. En dus googelde ik voorover. Auwie. Auwie. Heel veel auwie. Ik heb altijd heel erg last van flauw vallen. Dus dat heb ik de eerste tijd 28 keer gedaan. Toen ik daar lag met mijn fiets. En nu ben ik bij de EHBO om het even schoon te laten maken. Maar het betekent dus ook dat ik de rest van de week gewoon helemaal niet het water in mag. Omdat de temperatuur van het water precies goed is voor infecties. En ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dat wil je niet echt. Dus... Ik ben inmiddels een beetje opgelapt met wat van het rode spul, betadine of zo. Ja, en nu gaan we lekker lunchen. Dit is de gebakken polenta, samosa's, salade, gebakken groenten en Caribbean rijst met wortel, pineapple, coconut en wortel. Nee, dat zei ik al. Oh ja, banaan. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Ik ga lekker slapen.